En komt er dan geld in de pot. En daardoor deed hij snel weer zijn hand naar beneden zonder dat iemand het zag. Behalve natuurlijk. Yo, what up mensen, welkom bij een nieuwe video. Een Wie is de Mol video wel te verstaan. Want het nieuwe seizoen van 2019 is weer begonnen. En net zoals voorgaande jaren ga ik natuurlijk elke dag na de aflevering alle geheime hints en aanwijzingen bespreken. De top 5 wel te verstaan. Mijn video's zullen dus elke zondag online komen. Normaal denk ik wat eerder dan vandaag, want ik moest even dit allemaal in elkaar zetten. Hopelijk vinden jullie het tof. Ik heb een klein setje gemaakt, want ik dacht, yo, dit jaar gaan we er gewoon echt knijtershard voor. We gaan hem ontmaskeren. En ook deze eerste aflevering, jongens. Oh my god, ik heb wat goeie dingen. Dus klik even op abonneren, zet het belletje aan, zodat jij de meldingen krijgt dat jij de allereerste bent met de Wie is de Mol hints en aanwijzingen. En dan gaan wij meteen naar hint nummer 5. En hint nummer 5 is een geheime hint, want bijna niemand heeft deze gezien. Wat op zich ook wel te begrijpen is, want het is letterlijk voor een halve seconde in beeld geweest. Dus alleen als jij de aflevering hebt teruggekeken en hebt stilgezet, kan jij deze hint gezien hebben. Want die zat namelijk verstopt in de openingsscène van Wie is de Mol. Kijk maar even naar dit fragment. En? Zag je dat? Ja, waarschijnlijk niet, omdat het zo snel ging. Maar ik zal hem even voor je stilzetten. Dit is het shot waar het om gaat. En we zijn hier natuurlijk in een werkplaats of een houtzagerij of wat het ook is, waar die in ieder geval deze houten jokers maakt. Alleen in de kasten zie je iets wat er niet helemaal thuis hoort, namelijk kisten met suiker. Suiker is niet echt iets van wat ik weet dat een houtbewerker gebruikt. Dus misschien is dit wel een hele goede hint naar de bakker of patissier meneer Robert. Hij werkt in zijn vak natuurlijk heel veel met suiker om dingen te koken en noem maar op. Dus het zou wel een sneaky geheime hint kunnen zijn van de makers richting Robert. Dan gaan we naar hint nummer 4 en die gaat over de eerste opdracht waar ze al die kisten naar boven moesten tillen op de brug. Ik hoorde van heel veel mensen en ook van andere Wie is de Mol uploaders dat ze het verdacht vonden als mensen niet hielpen met de kisten naar boven te halen. Of dat ze bijvoorbeeld de kist in de rivier lieten gaan. Maar in deze opdracht is dat juist niet verdacht. Want de mol, die weet al hoe de opdracht gaat lopen. Hij, of zij natuurlijk, die weet dat later de keuze gaat komen tussen het geld, 2500 euro, en de vrijstellingen. Hoe meer vrijstellingen je hebt, dus kistjes die je omhoog hebt getrokken, hoe groter de kans is dat je niet voor het geld gaat. En wat wil de mol nou? Zo min mogelijk geld. Dus wat is dan de redenatie van de mol? Die moet zorgen dat juist zoveel mogelijk kistjes omhoog worden getrokken, zodat de verleiding zo groot mogelijk is om voor die vrijstellingen te gaan. Dus mensen die dachten dat de mol zo min mogelijk kisten omhoog wilde halen, slaan een beetje de plank mis, want de mol wil juist zoveel mogelijk kisten omhoog halen. En daarom moeten we kijken naar wie dat daadwerkelijk heeft gedaan. En ik zag op Twitter wel een heel handig plaatje langskomen van de termolmeter. Volgens mij heette die zo. Op dat plaatje zie je precies hoeveel kisten iedereen naar boven heeft gehaald. Of in ieder geval heeft meegeholpen om naar boven te halen. En de twee die daar een beetje bovenuit steken zijn Jamie en Rick Paul. Dat maakt hun in deze opdracht meer verdacht omdat zij meer kisten omhoog hebben gehaald dan de rest. En Nicky daarentegen die eigenlijk de hele tijd ja, meer aan andere mensen zat te trekken dan daadwerkelijk aan de kisten. Wordt daardoor minder verdacht, want de mol zou dat niet snel doen. Die wil ze juist omhoog halen. Vond ik wel even belangrijk om recht te trekken, zodat jullie in ieder geval de goede kant op kijken met wat verdacht is en wat niet. Dan door naar hint nummer 3. En die gaat over twee letters of cijfers die je op een berg zag staan. Er kon GI staan of 61. Een van de twee. Persoonlijk denk ik dat er meer GI staat, maar we gaan voor beide gewoon even een argument geven wat voor hint of aanwijzing het zou kunnen zijn. Mocht er nou 61 staan, dan kan het slaan op Robert zijn geboortejaar, namelijk 1961. Maar mocht er nou GI staan, dan kan het slaan op een programma dat Rick Paul heeft gedaan, namelijk de Grote Improvisatieshow. GI, Grote Improvisatieshow. Ik weet niet hoeveel we moeten zoeken achter dit soort hints. Ik denk dat het wel meevalt hoe relevant ze zijn. Ik dacht, ik benoem ze alsnog, omdat jullie ze wel ook heel veel insturen. Maar we merkten vorig jaar dat ze ook wel heel veel hints erbij doen om je op het verkeerde spoor te zetten. Dus ik ga voornamelijk in mijn serie ook letten op gedrag. Wat doen nou daadwerkelijk mensen? En gewoon aan het einde van de dag alles opsommen. Wie is nou het meest verdacht? Wie is het minst verdacht? En daar heb ik trouwens ook een bord voor. Die zie je hier. Dan ga ik aan het einde van de aflevering kijken wie het meest verdacht was deze aflevering en het minst verdacht. En dan ga ik lijntjes trekken elke aflevering naar elke speler. En dan kunnen we uiteindelijk zien wie het vaakst verdacht was tijdens de afleveringen. En dat ga ik dus ook samen met jullie doen, zodat we een mooi overzicht hier aan de muur hebben hangen. Dan gaan we naar hint nummer 2. En ja, die gaat over de titel. We moeten natuurlijk altijd de titel wel een beetje meenemen. De titel was deze keer op sleeptouw of op sleeptouw nemen. En die zou op twee mensen kunnen slaan. Allereerst Jamie, omdat hij natuurlijk in de eerste opdracht ontzettend hard bezig was met al die kisten naar boven te trekken. En daardoor de rest van de groep een beetje op sleeptouw
sleeptouw nam. Maar het zou ook kunnen slaan op Evelien, die tijdens de fietsopdracht achteraan reed en op sleeptouw werd genomen door de rest van de groep. Sowieso was dat wel een interessante positie waar Evelien zat. Zij had namelijk de klok die ze bij kon houden. Ze kon heel makkelijk mollen door bijvoorbeeld op een paar seconden na of een paar seconden te vroeg te zeggen: yo, pak maar de enveloppen. En daardoor te kunnen mollen, want als ze het te vroeg hadden gepakt, dan hadden ze geen geld gekregen. Ook al stond natuurlijk nu al iedereen verkeerd, los daarvan. Maar het was in ieder geval een mooie positie voor mol. En dan naar hint nummer 1. Oh, jongens. Ik ben deze nergens tegengekomen op het internet. Ik heb hem zelf gezien toen ik wat naslagwerk aan het doen was tijdens de aflevering. En ik vond hem onwijs interessant. Hij bestaat uit 2 delen. Het eerste deel was ook gezien door een paar oplettende kijkers, maar de tweede niet. En de tweede is of een hele grote fout van de mol, of een heel sneaky spel van een kandidaat. Let op. Het gaat om het stemmen over geld of vrijstellingen. Zoals ik al zei, in de eerste opdracht moesten ze vrijstellingen omhoog trekken. Ze hadden er 4 omhoog gekregen en moesten dus kiezen: gaan we voor de 2500 euro of gaan we voor de vrijstellingen? En zoals ik al zei, gebeurden hier meerdere interessante dingen. 2 grote dingen voor mijn gevoel. Allereerst Merel, en dat was meer mensen opgevallen. Maar Merel deed eerst dat ze, ja, ze wil wel meedoen met de vrijstellingen in de eerste kiesronde. Maar in de tweede kiesronde besloot ze toch opeens om te gaan voor het geld. We moeten stemmen, mag ik jullie handen zien voor het geld? 3 voor het geld. Ze deed dit alleen een beetje laat tijdens het stemmen. Namelijk de tweede keer, dus de laatste stemronde, deed ze pas toen iedereen had gestemd, deed ze ook haar hand omhoog. En dan kan je denken van, oké, ja, misschien heeft ze gewoon later iets bedacht en wilde ze het toch niet doen. Maar het zou een hele sneaky mollenactie kunnen zijn. Waarom, denk je? Nou, om jezelf wat onschuldiger voor te doen dan dat je bent. Als je namelijk heel zwart-wit kijkt, dan weet je, de mol wil voor vrijstellingen gaan, want die wil niet dat die 2500 erin komt. Dus zou je misschien kijken, wie heeft er allemaal gestemd op een vrijstelling? Dan is waarschijnlijk één van die, de mol. Maar Merel had aan het einde gezien dat niet genoeg mensen stemden voor geld. Dus dacht ze, nou ja, dan stem ik ook, dan lijk ik meer een speler dan een mol. Want de mol zou nooit op geld stemmen, want die wil juist op vrijstellingen stemmen. Dus daardoor is het wel heel verdacht dat ze opeens toch nog op het laatste moment haar hand omhoog doet. En zou het wellicht een mol kunnen zijn die zich wil voordoen als nog een kandidaat. En dat is ook eigenlijk waar iedereen op het internet ophield. Maar toen dacht ik van ja, is er niet nog meer gebeurd tijdens die stemmingsronde? En dat is zeker het geval. En dat was namelijk Rick Paul. Rick Paul stemde in de eerste ronde voor het geld. Kijk, wie wil die graag voor het geld? De hand van Sinan ging in de lucht, de hand van Rick Paul en ik. Wie weet, als mol zijnde, om net te doen alsof je kandidaat bent, van nou ja, weet je, ik ga gewoon voor het geld, ik ben een goede kandidaat, whatever. Want hij wist toch dat in de eerste ronde er helemaal niets van afhing. Want het was puur een indicatie om te kijken wat iedereen wilde. En toen gebeurde er iets in de laatste stemronde. Iets wat waarschijnlijk jullie niet gezien hebben en ik ook pas heb gezien nadat ik het ben gaan terugkijken om te kijken wat er nou precies in deze stemrondes gebeurde. Tijdens de laatste stemronde deed iedereen zijn hand omhoog voor het geld. En zag je dat Rick Paul het ook wilde doen? Let maar goed op zijn hand. We moeten stemmen, mag ik jullie handen zien voor het geld? 2 voor het geld. 2. Zie je dat? Hij doet echt gewoon net een beetje zijn hand omhoog alsof hij wil gaan stemmen. Wat hij overduidelijk wil, want het is niet een spasme of zo. Het is niet, ja, het is niet iets wat je normaal met je handen doet. Maar toen hij zag hoeveel mensen voor geld stemden, dacht hij van, oh nee, ik moet niet zorgen dat ik nu ook voor geld stem, want misschien wordt het dan een meerderheid. En komt er dan geld in de pot? En daardoor deed hij snel weer zijn hand naar beneden zonder dat iemand het zag. Behalve natuurlijk je boy. Het zou zomaar kunnen dat hij de mol is en dat hij dus als een kandidaat wilde overkomen in de eerste ronde en misschien ook wel in de tweede ronde, totdat hij zag hoeveel mensen erop gingen stemmen en dat hij het eigenlijk toch niet het geld wilde en dat hij daarom toch maar weer zijn hand naar beneden deed omdat hij dacht, oei, ik moet niet zorgen dat dat geld in de pot komt. Boom, jongen! Knijtersharde hint. Staat nergens online, want ik heb hem ontdekt. En dit is pas aflevering 1, dames en heren. We gaan nog even doornemen wie ik het meest verdenk deze aflevering en het minst verdenk en ook de redenen daarbij. De meest verdachte van deze aflevering is toch wel echt Rick Paul. Hij pakte onwijs veel kisten. Hij deed die super rare move tijdens het kiezen van of je voor de vrijstelling of voor het geld gaat. En daarnaast bij de dansopdracht waar ze moesten opletten met wie ze danste en hoe ze eruit zagen, zei die: let op de omgeving, tel alle dingen en kijk naar de mensen. A.k.a. let niet op de dansers. Dus daarom is hij voor aflevering 1 de meest verdachte. Doen wij een lintje bij hem. Het eerste rode lintje van aflevering 1 gaat dus naar Rick Paul. En op een gegeven moment gaan wij hier een heel bolwerk krijgen van wie dus het vaakst verdacht werd
per aflevering. Degene die ik het minst verdacht deze aflevering was Nikki. Eigenlijk omdat ze tijdens het kist omhoog trekken zat ze gewoon een beetje het land te vanteren. Ze deed niet echt iets. Mensen zagen dat dus als mollen, maar dat was het tegenovergestelde van mollen, zoals ik jullie al eerder vertelde. Daarnaast was ze ook een beetje in shock toen er opeens iemand naar haar toe kwam om te vragen of ze wilde dansen. Ze had er niet echt veel zin in, probeerde zelfs weg te rennen. Als mol zou je een beetje hebben voorbereid op die mindset, omdat je wist dat je moest gaan dansen. Voelde dit meer als een kandidatenreactie. En tenslotte had ze voor mijn gevoel ook niet heel erg gemold tijdens de laatste opdracht met het fietsen. De eerste groene draad gaat dus naar Nikki. Dit is de tussenstand. Elke week gaan we die updaten. Ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Smash even de duimpje omhoog als jij deze serie leuk vond. We gaan gewoon verder. Elke week, elke zondag komt er een nieuwe aflevering online. Abonneer, doe dat belletje aan. Er komen ook nog gasten langs. Het wordt één groot feest. Ik zie jullie volgende week weer. Alvast heel veel plezier met het kijken van aflevering nummer 2. En ik zie jullie volgende zondag. Tot dan, mensen. Ciao.